Hoi, ik ben Jane en deze week de studententijd tag. 14 vragen over mijn studententijd. Zo leren jullie mij wat beter kennen? Oké, laten we beginnen. Vraag 1. Wat studeer je? Ik studeer media, informatie en communicatie. Ik heb een video gemaakt over mijn opleiding. Die zal ik even linken hier in het ietsje rechts of linksboven. Vraag 2. Als je nog een keer een studie zou mogen kiezen, welke studie zou dat dan zijn? Als ik nog een keer een studie zou mogen kiezen, dan denk ik dat het iets totaal anders zou zijn. Misschien geschiedenis of iets als forensisch onderzoeker. Het lijkt me super interessant en ik hou echt van series met moorden oplossen enzovoort. Dus ja, ik denk dat ik zoiets zou kiezen. Dat kan je trouwens ook studeren op de Hogeschool van Amsterdam. Vraag 3. Studentenhuis of thuis? Nou ja, ik woon nu niet in een studentenhuis, maar in een eigen appartement. Maar ik heb hiervoor in een studentenhuis gewoond en ik zou dan zeggen studentenhuis. Vraag 4. Wat voor bijbaantje heb je? Nou, een aantal jaar geleden werkte ik veel in de horeca, maar daar ben ik inmiddels mee gestopt. En nu maak ik video's voor de Hogeschool van Amsterdam. Vraag 5. Wat is je favoriete studentenmaaltijd? Pesto pasta. Vraag 6. Ben je lid van een studie- of studentenvereniging? Nee, maar ik overweeg wel om nog bij een studentenvereniging te gaan. Vraag 7. Wat is jouw beste krap-bij-kas-oplossing? Als je weinig geld hebt en toch bier wilt drinken, koop dan bier in de supermarkt en drink het thuis op met je vrienden. Een kratje bier in de aanbieding is rond 10 euro. En een biertje op het terras is 2,50. Dus 4 bier op het terras is 24 bier thuis. Vraag 8. Waaraan heb je als student een hekel? Reflectieverslagen. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Vraag 9. Welke irritante vraag wil je als student zijn niet horen? Hoeveel studiepunten heb je al? Vraag 10. Is de studententijd de leukste tijd van je leven? Ik denk dat het zeker een hele leuke tijd is in je leven. En ik denk ook dat het heel erg leerzaam is, omdat je jezelf en anderen heel erg goed leert kennen. Vraag 11. Voel je je wel eens eenzaam? Soms als ik een tentamen heb, zit ik echt dagenlang binnen te leren. En dan krijg je allemaal appjes van je vrienden dat ze allemaal leuke dingen doen en zo. Dus dan heb ik wel zoiets, goh, ik wil ook wat doen. En op dat soort momenten voel je je wel eens eenzaam. Maar je weet dat je moet leren omdat je je punten moet halen. En dat de leuke dingen wel weer komen. Vraag 12. Wat is het moeilijkste vak van jouw studie? Ik vind alle vakken op mijn opleiding niet per se moeilijk. Maar ik vind wel veel. Als ik dan één vak zou moeten doen die ik moeilijk vind, is het onderzoek. Maar dat is meer omdat ik het heel erg saai vind. En het moeilijk vind om eraan te beginnen. Vraag 13. Denk je dat je iets zal hebben aan je studie in de toekomst? Als ik terugkijk op de middelbare school, zijn sommige dingen die ik op de middelbare school heb gehad totale onzin geweest. Ik denk dat hetzelfde geldt voor je opleiding. Je zal niet alle stof nodig hebben in de toekomst, maar zeker wel een gedeelte. En het blijft altijd een uitbreiding van je algemene kennis. En daar ben ik altijd voorstander van. Als je deze video leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. Klik hier om erachter te komen wat Sofian in zijn schooltas heeft. Klik hier als je te laat begonnen bent met leren. En klik hier op te abonneren zodat je niets mist. Dan wens ik je nog een fijne dag toe en hoop ik je volgende week weer te zien. Doeg!